Hey mensen, dit is Geert Kees van Syndroog. En op Nintendo Company Pokémon. Je weet al wat het gaat worden. Het gaat part 1 worden van Pokémon Black. Van Game Freak. Die stond er nog even buiten van die R. Dacht van, oh, waar moet ik staan? Oh, daar ja. Anders stond de Game Freak, weet je wel. En dit is waar het spel over gaat. Het huis. En dan een man met een kroon. En die kroon, daar loopt hij langzaam mee, heeft traag zaten of zo. Weet ik wat het probleem is. Dan loopt hij verder mee en verder en verder. En dan heb je de kroon en dat is een troon. En dan de kroon leg je dan zo op de troon, weet je wel. En dan hij zegt tegen zijn volk van de volk. Ik heb een kroon en ik leg hem op de troon. En hij heeft wit haar. En oh nee, zijn ogen gaan dicht. En dit is vroeger of zo. En dan had hij een Rubik's Cube om zijn nek. Omdat hij een verslaafde nerd was of zo aan Rubik's Cube. Zo, en opeens de kroon wordt omhoog gehouden, dat is zijn twee hoertjes. En dan hij zet hem op, en hij is kroon en hij doet zo zijn hand omhoog en... Dat was het. Oh, hoop, dromen, ontdekkingen, een avontuur verwacht je, jij en je Pokémon. Kijk, dat was meer even een, weet dan nou, hoe wil je dat zeggen? Oh, wacht. Nou is best wel fucked up, hè? Ja, dat had ik dus nou al verwacht. Mijn keys staan niet goed. Dus ik ben zo traag. En daar ben ik weer. Oh shit, de keys stonden helemaal verkeerd. Ze stonden nog aan Super Scribblenauts. En dat doen we nou niet. Dus, oké. Okay. Hallo daar! Welkom in de wereld van de Pokémon. Mijn naam is Professor Juniper. Ja, dat is allemaal helemaal mooi. En gooi je Pokémon maar. En oh, dat is een Pokémon. Nee, echt waar, Kees, ja. Daar is een Pokémon. Dit is deze wereld het helemaal vol een Pokémon. Kijk, jij kan er wel mooi gaan vertellen over Pokémon, weet je. Het is gewoon Pokémon, je vangt ze, je gaat ermee vechten, je geeft ze commando's en dan bla bla bla. Oké. Ja. Man, wijf in een nieuwe wereld. Iedereen daarmee eens. Oh god, ik heb wat verkeerd gedaan, hè. Ja, ik heb wat verkeerd gedaan. Dus, ik wacht heel even. Wacht. En nu is alles weer goed, bijna jongen, ja. Ik wil graag je naam weten. Nou jongens, man-wijf in een nieuwe wereld. Hoe cool is dat? Man-wijf. Man-wijf. B-E-I-F. Want man-wijf. Ah, je naam is man-wijf. Ja, ik ben het. Ik ben de man-wijf. Dankjewel. Dankjewel dat je hem ook nog goed uitspreekt. Want ze hadden hem ook kunnen uitspreken als man-wijf. En dan denk je, ja, wie is man-wijf? En dan gaat ze me even vertellen wie mijn vrienden zijn. Weet je, alsof ik dat zelf niet weet. Ik zat tegen die twee mensen zeggen als het kon. Zou ik ze zeggen van, fuck jou. Ik ben de enige die hier mag werken. En ik ben de Pokémon meester. En jullie zijn mijn onderdanen. Laten we, oh, ja, ze is uitgepraat. Mooi. Het is herfst. Of is dat lente, spring? Ja, dat weet ik helemaal niet. Game Freak presenteert. Wacht hè, Pokémon. Black versie, zwarte versie. En dan loopt iemand zo een huis binnen en ze komt weer weg. Ze was zo van, ze liep zo het huis binnen. Oh god, hey, dit is mijn verkeerde huis. En toen liep ze weg. Manwijf, ik had gehoord van de professor dat je Pokémon... Oh, ze kon dat zelf met Pokémon hebben of zo, weet je wel. Als een mens met een andere mens neukt, dan kunnen ze Pokémon's krijgen. Je weet zelf. Oké. Okay. Ja, ik hoef het allemaal niet te weten. Het is allemaal helemaal leuk. Ja, ho, Hartjaren. Ja, dit boeit niet eens iets, weet je. Dit is gewoon iets dat boeit niemand. Niemand zit zo van, hey Kees. Die Pokémon's, hè. Wat ze zeggen, dat wil ik graag weten. Nou, en hieruit kiezen wij Sneevee. Ik lees niet eens het kaartje wat erbij zit. Dat doe ik ook nooit, hè. Als ik cadeau krijg. Dan lees ik nooit het kaartje. Dan bedankt. En dat doe ik alsof ik het kaartje lees. Weet je van, oh, bedankt. Dus dan altijd zoiets van, gefeliciteerd Kees met je verjaardag. En dan pak ik zo die 10 euro eruit. En oh, bedankt. Hey. Bianca, oké. Okay. Ja, dat die Pokémon is voor jou. En dan, oh ja, hij zegt van, ja, nee, ik wou eigenlijk Pokémon. Nee, dat wou ik helemaal niet. Oké, we gaan, wat? Nee, ze gaan niet, nee. Ze gaan in mijn huis vechten. Dat is mijn huis, hè. Dan gaan hun in vechten. Dit is best wel asociaal. Oké. Dan moet ik me wel zorgen dat ik ga winnen. Osha wat? Dat is een Osha. Wat de fuck is dat? Een Osha wat? Nou. Doe je tackle aanval, Sneevee, de snuivert.
Oké, en dan zegt Osje, zegt zij ook, doe tackle. En dan ik, doe een tackle. En dan doe tackle. Totdat er eentje doodgetackled is, weet je wel. Dan tackle lekker met de tackle dood. Dan is hij helemaal kapot. Dan hoeft hij niks meer te zeggen. Maar het mooie is, van een nieuw begin, is dat mensen, meer mensen hopelijk zullen kijken. Want ze dachten eerst van, ja, ik ben er pas bij Pokémon 30 erbij gekomen. Hoe wil ik dan nog een beetje snappen waar het over gaat? Ja, dat snap ik. En nu kun je vanaf Pokémon Black, vanaf part 1, beginnen. Hoe cool is dat? Geef even toe. Daar heb je wel weer gelijk in, Kees. Daar heb ik inderdaad gelijk in. Oh, de Pokémon's deden beide het best. Dat zeggen een verliezer. U bent een... Wat? Dat is mijn kamer, man. Godverdomme. Helemaal mijn kamer kapot, hè? Dat zal... Ja. En ze zegt... Hij zei zo... Bianca, kijk eens om je heen. Oh, jouw Pokémon zijn wel heel sterk. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hé, wacht. Je hebt mijn kamer helemaal kapot gemaakt. Godverdomme. Dat doe jij niet zomaar. Ik mag dan wel manwijf heten, maar daar geeft je het recht niet. Om, laat maar zeggen, mijn kamer helemaal overhoop te halen. Jij bent helemaal niet goed wijs. Oké. Oh, dan moet ik ook met die kerel vechten. Ik hoop dat die kerel iets anders kan dan tackle. Dan is het eerst een tackle gevecht. En als degene die gewoon het meeste tackle doet, die wint dan gewoon, weet je. Dat is een tackle gevecht. Een echt oud tackle gevecht. Ik vind het battle team, wat je nou hoort, dat... Dat vind ik heel lekker klinken. Dat klinkt echt gewoon alsof ze zeggen van ja, maak hem af, maak hem af. Hij gaat kapot. Ik heb ben eindelijk een trainer geworden. Nee, je bent geen trainer. Een trainer ben je pas als je ons mijn Sneevee hebt verslagen. Maar ja, helaas jongen, dat gaat jou niet lukken. Kijk ik, oh wes. Oh nou. Maar je hebt wel goed geprobeerd. Ik bedoel, het proberen is toch iets waard, weet je. Zie je? Het proberen is iets waard. Niet veel, maar toch iets. En daar gaat het om. Oh, ik heb een blunder gemaakt. Ja, jij bent een blunder. Als ik aan je moeder vraag, hoe komt het dat Ishawati op de aarde is? En dan zegt ze, dat was een blunder. En ze laten mij zomaar achter in mijn huis. Kom op. Kijk eens goed, hè. Er zitten zelfs voetsporen hier zo. What the fuck? Wat? Het is geen Spider-Man. Oké, iets te enthousiast, Kees. Ja, ik weet. Het is mijn serie. Ik mag even enthousiast zijn als ik wil. Hey, mijn laptop. Doet hij nog? Manwijf, check dus een PC. Pokémon basis. Man, zo leven met Pokémon. Is dat de basis? Oké. En mijn Nintendo Wii? Ja, het is een Nintendo Wii. Hij is niet eens aangeraakt. Goed zo. Want de beide Pokémon wisten van straks, hè. Als die mensen weg zijn, dan gaan we uit de Pokémon gaan op de Nintendo Wii spelen. Maar dan moet de Nintendo Wii natuurlijk niet kapot zijn. Ja. En dat snap ik ook wel. Dat is heel slim van die twee Pokémon's. Oké. Laat ik maar even bij dit checken wat het ook is. En mijn tv dan. Mijn boeken natuurlijk ook. Mijn bloempot. Mijn bloempot ligt helemaal op. Nee, mijn bloempot. En mijn bed dan. Mijn bed. Het is smerig. dat is het minste wat ik erover kan zeggen. Oh, wat een aarzels. Ik wil ze niet meer spreken. Oh, daar heb je ze. En natuurlijk wat er nou gebeurt, hè. Ik ben heel sorry. Oh shit, ze vertellen het mijn moeder. Ik denk dat ik nou heel veel problemen ga krijgen. Shit. Oké. Nee. Oh, zij moet eerst even naar huis of zo. Zoiets vaags. Het boeit me helemaal niks waar het over gaat. Oh god, ik heb nou problemen. Mijn man wijf. Pokémon battles zijn heel erg levendig. Ja. Dat zijn ze, ja. Oh, mijn kamer ziet er helemaal schoon uit, hoor. Er gebeurde helemaal niks. Mijn kamer is nog helemaal mooi, hè. Snel weg hier. Ja, dankjewel voor die receiver. Ik ben hier weg. Shit, ik ben hier weg. Ik hoop nog niet dat ze nou naar boven gaat. Anders mag ik misschien dit op Pokémon race. Shit. Yes, ik ben uit het huis. Ik ben al lang uit het huis, maar... Nou gaan we naar Bianca's huis. Lopen naar Bianca's huis. Heerlijk. En nou gaan we in Bianca's huis. En dan gaan we erin. En dan zegt Bianca tegen zijn vader. Nee. En 1000 keer nee. Oh, dat duurt wel een tijdje. Ja. Dan moet je nee. En dan waren er 999 keer nee. Nee, dat waren 1000 keer nee. Nou, doe nog maar een keer. En dan heb je onderhand 2000 keer dat gezegd. Ik wil het niet eens. Nou, oké. Hey, vader van Bianca. Wat een nonsens. Hoe zou mijn dochter dat kunnen doen? Die helemaal niks over Pokémon weet. En over de wereld.
met Pokémon op reis gaat. Nou, dat is toch juist leuk als je er niks over weet. Dan denk je, oh, is dat piramide? Oh, is cool. Oké, okay. Ze staan er allebei bij het huis en ik loop in slow motion. Oké, okay, laten we de professor gaan ontmoeten. Oké, okay, ik doe helemaal mee. Oh, dit klinkt ook wel goed. Niet slecht, laten we zo zeggen. Laat me interesseren. Ja, maar helemaal leuk. Bla. En hij weer, en ik heet Pokémon Henk en Jan en Piet en Chris en zo. En Hey! Shit! No! Shit! No! Why did I do that? Nou, het maakt niet uit. Maar in ieder geval, tot hier is waar ik speel. Want nu kan je nog steeds meedoen aan de wedstrijd om mijn Pokémon te worden. Hieronder in de comments zet jij een droge reactie neer. En dan kijk ik ernaar. En als ik denk, hey, dat is een droge reactie, dan ben jij wel gewoon misschien mijn Pokémon. Ik heb al 80 reacties gehad, dus gaan we verder met droge reacties plaatsen. En de volgende deel kies ik hem pas. Dat komt morgen op het internet. Het zou ook niet verkeerd zijn als je heel even mijn filmpje leuk vindt. Even op leuk klikt, hier linksonder. Hierboven even op abonneren klikken als je nog niet bent. En heel even het filmpje aan je favoriet toevoegt. En gewoon een reactie plaatsen. En dan zeg ik tegen jullie... later en tot morgen, en dan wordt de Pokémon gekozen. Later!